Ik ben Paulus Achterberg en ik ben verantwoordelijk voor strategie bij Alliander. Ja, toen we 10 jaar geleden begonnen met Alliander, toen zijn we eerst in kaart gaan brengen wat voor veranderingen op ons afkomt. En die energietransitie is inderdaad zo'n vaag en breed begrip. We hebben teruggebracht tot wat betekent dat voor onze netten en van daaruit wat betekent dat voor die stakeholders. Nou, die analyses die we toen maakten, gebruik ik nog steeds in mijn presentaties. En waar je nu het grote verschil ziet, is dat we 10 jaar geleden iedereen dacht van waar heb je het over? Zijn sommige dingen nu gewoon gemeengoed en begint het echt te lopen. Een hele mooie van 10 jaar terug is zo'n uitspraak van nou, dat gas is eindig en moeten we niet gaan stoppen met gas in nieuwbouw, want die halen nooit meer einde levensduur. Was echt zoiets van, waar komt dat nou vandaan? Want we gebruiken toch gas en dat is toch heel goed ten opzichte van olie of wat dan ook. En inmiddels is het sowieso, vindt iedereen normaal dat je nieuwbouw niet meer met gas gaat doen. Dat zag je dus in dat verhaal van vorige week. Waar Natuur en Milieu rapport neerzet van 2/3 gaat nog met gas van de nieuwbouw. En dat iedereen daar verontwaardigd over is. Nou, dat is echt misschien 2 jaar terug dat toen echt het bericht zou zijn geweest. 1/3 van de nieuwbouw al zonder gas. Wat een verandering. Dus het verandert nu heel snel. Een van de belangrijkste volgende stappen om naar dat betrouwbaar een goedkope energiesysteem voor de toekomst te gaan, is dat we zorgen dat die woningen verduurzamen en van het gas afgaan. En bij die stap van het gas afgaan ook die verduurzaming maken naar het lokaal opwekken en met elkaar of in huis onderling uitwisselen. En dus opschaling is eigenlijk het vraagstuk. Met het idee van een paar centrales en miljoenen afnemers naar elk gebouw wordt een soort energiecentrale en die gaan onderling optimaliseren en onderling uitwisselen. Ja, dat is de essentiële verandering. Energie zal heel erg gaan verschillen in prijs. Dus er zullen momenten zijn dat het gratis is. En er zijn momenten dat het juist heel duur is. En zoals we nu onze tarieven kennen, is dat je eigenlijk altijd hetzelfde betaalt. Oké, energierekening is hetzelfde, terwijl je in de winter veel meer gas gebruikt en in de zomer veel minder, wordt al of zeg maar gemiddeld en dan betaal je iedere maand hetzelfde bedrag. Dat is eigenlijk een soort service. Een van de woorden die vaak gebruikt wordt is, we moeten energie besparen. Eerst besparen en dan verduurzamen. Verduurzamen van de opwek dan, zodat je een CO2-neutrale opwek hebt. Zo kijk ik er niet naar. Want energie besparen voelt als vermindering van iets. Maar als je je huis verduurzaamt, betekent dat je de kieren dicht. Betekent dat je de energie die in het huis zit, in het huis houdt. En zelfs het huis meer comfortabel wordt. Dus waar energiebesparing nog zo'n gevoel heeft van dat je je toetje niet meer krijgt, is verduurzamen juist extra luxe. En dat is de kant waar we naartoe gaan. Het wordt juist mooier als je dat op een goede manier doet. Dan wordt er ook steeds gevraagd, wie is nou de regisseur? Wie gaat dit even allemaal fixen? En op het moment dat je een regisseur benoemt, gaat de rest ook niks meer doen. Dus dat gaat niet werken. Voordat hoe we wonen, is eigenlijk de belangrijkste investering in de woning. Nou, dus even, stel je voor dat je huis moet verbouwen voor 20.000 of 30.000. Zeg van nou, okay. Zelfs als je 30.000 hebt, ja, of koop ik die nieuwe auto? Nou, iedereen die denkt, nou, het zal mijn tijd wel duren, koopt gewoon die nieuwe auto. Dus daar hoort een trigger bij. En die trigger kan zijn dat een duidelijkheid komt op welk moment die gaskraan dicht gaat. Dus als je met aardgas stopt, moet je iets in je woning doen. En op dat moment gaat er van alles in beweging komen. En dan gaan er nieuwe aanbiedingen komen. Dan gaat het ook zorgen dat je nog steeds een maandbedrag betaalt. Of dan komen er
allerlei dingen in beweging. Nou, dus eigenlijk komt het hele regievraagstuk voor gebouwde omgeving neer op de vraag, wanneer wordt nou bij jou in de straat gaskraan dichtgedraaid? En dat moet je organiseren. Dus in plaats van iets heel groots, maak je het dan gewoon overzichtelijk. En daar heeft de Rijksoverheid een rol in. Namelijk aan gemeenten vragen dat ze met die wijken in gesprek gaan over het vinden van een alternatief en een datum. En die gemeente heeft er een rol in, omdat ze dat proces moeten begeleiden. En netbeheerder heeft er een rol in, omdat hij de informatie, de technische informatie, financiële informatie kan verstrekken. En vervolgens gaat iedereen aan de slag. Dat kan niet anders. Gaat het allemaal nog wel goed komen nu Trump heeft gezegd van ik doe niet meer mee met het klimaatakkoord. En dat hangt samen met een aantal dingen. Met de vraag van denk je dat het klimaatakkoord de aanjager is? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het klimaatakkoord een goede intentie is en een bewustwording dat er iets moet gebeuren. Maar verder moest nog steeds iedereen zelf doen. Vervolgens, Trump is niet de Verenigde Staten. Er zijn heel veel partijen in de Verenigde Staten die juist heel hard hiervoor gaan. Omdat die eigenlijk hebben uitgerekend dat die fossiele economie op zijn eind is. En als je langer blijft doorgaan op het oude systeem, loop je dus achter op de vernieuwers. En plaats jezelf buiten de boot. Er werd altijd gekeken naar de president van de Verenigde Staten als die moet het maar gaan doen. Iedereen kijkt naar wie gaat de baas spelen hier. Nou, die baas zegt ik ga het niet doen. Dus wellicht is dat juist de oplossing. Ja, je kan zeg maar, zo'n transitie niet doen zonder overheidsbeïnvloeding. Alleen de rol is best beperkt. Je zou het kunnen zeggen van we vragen iemand die voorloopt op de route, maar dat gaat de overheid nooit doen. De overheid geeft geen route, de overheid geeft kaders. Dus die geeft de grenzen waarbinnen je moet blijven, maar dat is iets heel anders. Je zal het zelf moeten doen. En het komt er op neer voor, net zoals goed als ik net zei,